Het verleden en de toekomst ontmoeten elkaar in het heden en gaan jou samen dit nieuwe en tegelijkertijd even oude verhaal vertellen dat zich vele malen heeft afgespeeld sinds het bestaan van het universum. Dit punt van oneindigheid dat jou begeleidt door geanimeerde ruimte, tijd en muziek. You whose name is Animo. Anima. The Skywalker. Ezekiel ontwikkelde zich op zijn 30ste jaar als profeet. Op bevel van koning Nebukadnezar II was Ezekiel met duizenden andere Joden omstreeks 597 voor Christus voor een 70-jarige ballingschap naar Babylon gedeporteerd. Hij bracht zijn leven door in de omgeving van Nippur, de stad van Enlil, de god van Abraham, aan de rivier de Chebar, in het land der Chaldeeën. Daar beleefde Ezekiel dat een stormwind uit het noorden kwam, een zware wolk met flikkerend vuur, omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. In het midden daarvan was wat geleek op vier wezens, en dit was hun voorkomen. Ze hadden de gedaante van een mens. Ezekiel beschrijft dan met alle hem ter beschikking staande metaforen het uiterlijk van de vier vreemdelingen en dat van hun schip. Het ziet eruit alsof het van edelgesteente gemaakt is met raderen, wielen en raderen, roterende flensen en vier ogen, batterijspoorten, onder iets wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, een koepel. Onderscheidde Ezekiel zoiets als lazuursteen dat de vorm had van een troon, de zetel van de commandant. Deze sprak tegen hem en stelde hem gerust en hief hem op. Toen hief de geest mij op voor een reis van Nippur naar Jeruzalem en terug. Ezekiels visioen is aanleiding geweest voor reeksen speculaties. NASA-ingenieur Jozef Bloemrich nam het verslag van de profeet zelfs als gebruiksaanwijzing voor de constructie van een ruimteschip van een 18 meter breed straalschip op vier landingspoten. Elk met vierbladige rotors uitgerust. In die zin wel vergelijkbaar met onze helikopters. De details in Ezekiels beschrijvingen wijzen zonder twijfel op een techniek die de mensen ten tijde van deze profeet nog geheel en al onbekend was. En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt. Ik hoor het geruis van hun vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem van de Almachtige, een dreunend geluid als van een leger. Als ze stilstonden, lieten ze hun vleugels hangen. In 1997 in San Diego zei de Amerikaanse kolonel Robert Dean, een UFO-expert onder meer, dat hij toegang had tot alle classified information van de CIA, FBI, NSA en het Pentagon betreffende het fenomeen buitenaardse civilisaties. Zij vliegen van de ene planeet naar de andere, ons gehele universum door. Star Trek. Mensen die nog steeds denken dat wij het enige stipje zijn dat bewoond is, als zij 's avonds kijken naar die sterrenzee, die denken waarschijnlijk ook nog dat de mensheid de kroon op de schepping is, het centrum van het heelal, en dat de aarde plat is. Robert Dean kun je vinden op het internet. Onder meer op de site Camelot. Hij vertelt daar onder andere dat hij ook een trip gemaakt heeft in een buitenaards vaartuig, net als Ezekiel. Dat was voor hem een zeer emotionele ervaring, zegt hij daarover, geroerd en met tranen in de ogen.